Van bouwkunde tot aan lucht- en ruimtevaart wordt er over gespeculeerd. Wie is de meest ondernemende wetenschapper van de TU Delft? Misschien wel Dap Hartman. Ik geef een college dat heet Turning Technology into Business, waarbij we Delftse technologie in een college inbrengen voor masterstudenten. En als die op basis van die technologie iets leuks bedenken, dan kunnen ze daarmee hun eigen bedrijf starten. Ondernemerschap is belangrijk omdat het mensen zelfstandig maakt en het de mogelijkheid biedt dat ze echt hun eigen ideeën nastreven zonder dat iemand ze direct vertelt wat ze moeten doen. Dap was ons docent bij Turning Technology into Business. Hij herkende ons idee, hij herkende de kwaliteit van het team en hij heeft ons echt gepusht om te focussen, om ervoor te zorgen dat wij onze kans niet zomaar voorbij laten gaan. Hij was de eerste die geloofde in ons idee, maar ook zeker in het team. Daar heeft hij echt een hele essentiële rol gespeeld. En dat zie je niet vaak als docent. Zodra een student zijn eigen onderneming start, dan houdt het wat mij betreft niet op. Ik kom heel vaak bij Yes Delft om de studenten die vroeger college bij mij hebben gelopen, hun eigen bedrijf hebben gestart, van advies te dienen. Om te kijken hoe ze toch hun bedrijf weer groter en mooier en spannender kunnen maken.